de grootste teleurstelling vind ik wel op dat vlak. Dat de gemeentes ons eigenlijk een beetje in de kou laten staan. En wij hebben vervolgens nu, wij hebben wel een aanbod gehad van beide gemeentes, maar daar kunnen we gewoon niet mee akkoord gaan. Dat is gewoon, dan gaan we dusdanig ver terug in faciliteiten. Dat kan gewoon niet. Wij hebben dus nu gezegd van dan blijven we voorlopig zitten waar we zitten. We gaan kijken hoe we op beide locaties de boel wellicht kunnen up-to-date maken. En aan de hand daarvan verder kijken. Maar we staan nu even waar we staan en ik denk dat het voorlopig even zo blijft. Blijven gewoon lekker pendelen. Ja, goed. De mensen zijn inmiddels 10 jaar gewend. Dus de komende 10 jaar pendelen we nog wel even.